Ik heb nog nooit een fout gemaakt. Gaat dit over mij? Want het is absoluut ver van de waarheid. Een goede advocaat durft mensen te schofferen. Dat was een belachelijke uitspraak. Ik zie geen enkele aanleiding om mensen te schofferen. Ik leerde van mijn patroon bijvoorbeeld om bloemrijk proza, zei hij dan. Dat moest worden geschrapt. Dat was dus als je iets te veel bijvoeglijke naamwoorden en dergelijke gebruikte. Of dingen als onzin en pertinent en zo. Dat moet allemaal niet in stuk staan. Een advocaat komt veel beter over als hij gewoon heel sober rechtstreeks formuleert en vierkant. Op je tegenstander gericht zijn of op je cliënt. Overigens is je cliënt heel vaak je ergste tegenstander. En op de rechter. Hoezo? Nou, dat is een bekend gezegde. Dat zal een aantal van jullie al gehoord hebben. Je cliënt is soms je ergste vijand. Ik heb wel een kort geding gehad. Niet één keer, maar wel twee of drie keer. Dat ik wel 10 keer met mijn cliënt had besproken van, hè, dus je hebt die brief niet gekregen. Die heb je nooit, nooit gekregen. En dan zat je bij die president, dat heet vroeger de president van de rechtbank, voor een kort geding. Nou, dat was allemaal heel spannend. Zei die president, die keek hem aan. En zei, dus kunt u nog eens even vertellen. En zei die cliënt, zei zo, by the way. En dan zei, nou, dus toen ik die brief kreeg, bladibladibla. En dan moet je in je body language meteen ook zeggen, nou, zo heb ik altijd al gezegd, zo ongeveer dat genoemd. Want als je dan gaat doen tegen, dat sommige advocaten gaan als hun cliënt iets fouts zegt of doet, gaan ze zo zitten. Zo'n body language, zo'n beetje. Distancieer me daarvan. Ik heb deze man niet uitgezocht. Ik moest hier zitten van mijn patroon. Maar dat moet je dus niet doen. De lol is natuurlijk om in een stalen smoel te blijven zitten. Ja, ziet u? Nou hoort u het. En dan koortsachtig te denken, hoe ga ik mij hier in hemelsnaam. En dat is de kunst van de advocatuur. Ja. Ik zeg ook altijd tegen stagiaires, dan komen ze binnen met rook uit hun oren en dan beginnen ze over een cliënt. Dan zeg ik, één ding, les één, met de cliënt hoef je niet met vakantie. Ik zou echt al lang ergens van een brug zijn gesprongen als ik ook nog in de zomermaanden 3 weken zo'n tentje open doet op de camping en daar zitten je 2 grootste cliënten. Ja, nee, we betalen ook voor vakantie met jou, weet je. Dat moet je toch niet, moet je niet aan denken. En je moet ook zeker tegenwoordig met al die regels op het gebied van compliance, je ook goed realiseren dat toch iemand die jou op de schouders slaat en zegt, makker, geweldig, wij gaan samen, ik heb 4 VIP-kaarten voor de Rolling Stones voor je geregeld. Nou, iedereen die hier zit vindt de Rolling Stones natuurlijk bagger, maar dat maakt nou even niet uit. Dan krijg je zo'n VIP-arrangement 4 keer aangeboden. Dan moet je dus even als advocaat ook wel weer de gistheid hebben. Dan denk je, ja, wacht even, als iemand mij zoiets gaat doen, dan word ik dus ook toch altijd een beetje gecompromitteerd. Een advocaat moet onafhankelijk bij zijn. Ik vind de beste advocaat die hun cliënt meenemen en toch afstand houden. En gisheid, daar zit ook een stukje onzekerheid in. Toen ik hier Woudschoten deed in 1984, toen hadden we Karel Eijkman, die denk ik net zo lang geleden beëdigd was als ik nu ten opzichte van jullie. En die zei, je moet altijd een beetje onzeker zijn. Als advocaat. Ja, hij had een prachtig voorbeeld van, dat was net, wij hadden het net na het Pinksterweekend. Dus ja, je weet hoe dat gaat, je bent dan, je komt op Pinkster maandag nog even, denk je, ik ga even op kantoor kijken, dan laat ik zien dat ik committed ben. Maar dan zie je al dat iemand anders die nieuwe zaak beantwoord heeft voor jouw baas en weet ik voor wat. Nou, en hij zei, je moet dus, je moet je gretigheid, moet je ook kunnen relativeren, je moet wat onzekerheid hebben. En je moet inderdaad om je heen kunnen kijken. En dat noem ik gisheid. En weet je, het ergste is als je denkt, ik ben er wel. Ik had 1,5 jaar geleden had ik een vrij kansloos stakingskort geding. En de advocaat van de wederpartij die kwam naar mij toe en die zei echt op een zeldzaam beledigende toon, schofferend bijna, maar net niet, zei die zo, de managing partner, hij was een Brabander, van Allen en Overy komt ook een zaak doen. Echt zo van, nou weet je, sukkel. Je had ook net zo goed in de bus kunnen blijven zitten en niet de halte uitstappen. En er stonden ook mijn cliënten stonden er om me heen en die stonden ook echt zo te kreunen van, oh god, dan zitten we met die oude man op tegen deze help. En vervolgens slaagde die de man erin om ruzie te krijgen met de voorzieningenrechter. En op de een of andere manier had ik op het juiste moment door alleen maar tegen de voorzieningenrechter af en toe te kijken. Ja, ik vind het ook gek hoor hoe die zich gedraagt.
Dat is ook, er hoort er allemaal bij, die grisheid. Hè? Dat je op het juiste moment geen sjoe gegeven naar die rechter en af en toe even met je ogen rolt. En de rechters, rechters zijn ook mensen, hè? En die gaan dan over grisheid gesproken. Oh, doen we zo terug. Nou, dan weet je dat het wel goed gaat. Advocaten moeten meer van betekenis zijn voor de samenleving. Dat zijn grote woorden. Waarom is dat belangrijk? In ieder geval meer dan nu. Omdat wij uiteindelijk toch het meestegene zijn die leading zijn bij het in stand houden van de rechtsstaat. Ik vind privacy, vind ik nu een heel goed voorbeeld wat opkomt. In het licht van big data om daar enerzijds een grensbewaking te doen. Anderzijds degene die altijd het laatste worden gekozen bij het partijtje voetbal. En die in de maatschappij in alle opzichten met kansen onderaan zitten om die hier voor hun belangen op te komen. Ja, en dat is niet eens zozeer het idealisme, maar dat is ook de eed of belofte die uitgaat van dat je vooral de rechtvaardigheid moet oppakken. Maar daar zijn we het mee eens. Hè? Ik bedoel, als we gaan zeggen samenwerking en democratie is belangrijk, dan staat er hier waarschijnlijk niemand op om te zeggen, nou, vind ik eigenlijk niet zo. Nee, ik vind het allemaal belangrijk. Maar wat betekent dat dan concreet als advocaten meer van betekenis moeten zijn voor de samenleving? Wat moeten we dan doen? Nou, ik vind in eerste plaats dat we tekortschieten op het betrekken van advocaten in ook het pro bono werk. Tekortschieten? Nou, we doen er niks mee aan. Toen ik begon heb ik de eerste 3-4 jaar ook voor een belangrijk deel van de tijd minderjarig strafrecht, gewoon eenvoudige zaken, piketdiensten waar je helemaal niet, laat ik zeggen, daar zit heel weinig glamour aan hoor, want dan moet je naar een bureau in de Bijlmer en dan word je in een cel opgesloten, in heel veel gevallen met een veelpleger die ook niet zelden een of ander verslavingsprobleem heeft. En dan is de vaste grap als de agent, de rechercheur, je komt halen en zeggen wie is de advocaat, en dan zegt die gedetineerde vaak ik. Maar de stagiaires die ik tegenwoordig zelf opleid of opgeleid zien worden, in ieder geval bij de grotere kantoren in de Randstad, en misschien is dat daarbuiten ook zo, ja, die zien daar veel te weinig van. En dat is zonde. Er is misschien ook iets van een eigen verantwoordelijkheid. En waarom moet je dat dan vanuit de beroepsgroep opleggen, dat er dan meer van betekenis moeten zijn voor de samenleving? Kun je niet zeggen, dat bepaal ik zelf wel. Ik denk dat het A, voor je eigen ontwikkeling heel goed is om ook veel breder te kijken dan de due diligence in weer een corporate zaak of het meedoen in een op zichzelf heel interessante procedure over octrooien. En het tweede is, ik denk nogmaals, dat ons beroep niet op een gegeven moment alleen nog maar naar één kant kan overhellen. Welke kant zou dat zijn? Nou, dat is natuurlijk toch de kant van de commercie. Waarom zou dat slecht zijn als dat zou overhellen? Omdat dat voor de maatschappij niet goed is als hele grote cohorten verstoken blijven van de excellentie die de meeste mensen hier, misschien wel iedereen, gaan opdoen in die opleiding. En dat is natuurlijk voor een aantal van jullie die hier zitten, die denken natuurlijk, waar gaat dit in godsnaam over? Want ik heb nou juist ingetekend voor M&A en ja, voor het hele grote internationale werk. En die mensen duw ik terug en dan zeg ik nogmaals 2 dingen. 1, je mist ook een stuk in je leepheid, in je scherpte, als je niet weet wat er verder in de maatschappij gebeurt. Als je nog nooit, dus ik, mijn eerste faillissementje, ik was een jaar advocaat, curator van een Turks, een naaiatelier of iets dergelijks. En die hadden een showroom in de Kinkerstraat. En ik dacht heel slim te zijn, nou, ik verzegel die showroom. Dus ik plakte daar plakbanden op. Ik dacht, nou, nu is het verzegeld en dan kan niemand meer. Dus de volgende dag kwam ik en toen waren al die zegels verbroken en was het leeggehaald. En nou, dat soort En dat is nuttig om mee te maken als jonge advocaat. Ja, wat leer je eraan op het punt dat je in de M&A-praktijk zit? Daar leer je te zien hoe het recht uitwerkt onder situaties dat mensen echt onder druk staan en zich niet een concessie kunnen veroorloven, bijvoorbeeld. En waarom is dat nuttig dat ik dat weet? Behalve als mensen, maar als advocaat. Dat je ook oefent om uit een situatie te komen waar je gewoon een concessie niet kan veroorloven. Okay. De belangrijkste eigenschap voor een succesvol advocaat, en dan komen we eigenlijk al, is het out of the box denken, daar zei je ja op. Waarom is dat de belangrijkste eigenschap als je echt een succesvolle advocaat wil worden? Ik ga ervan uit dat iedereen hier de kennis heeft, hè, de juridische kennis, dat is de binnenste kern. Wat daar omheen komt, is kennis van wat IT mogelijk maakt. Je zult als advocaat, denk ik, daar ook behoorlijk in savvy, hè? Geïnteresseerd in moeten zijn en enthousiast om dat mee te kunnen pakken. Anders ga je ook in je vak, zelfs ten opzichte van bijna uitgerangeerde typen zoals ik, ga je een hoop achterlopen. Ja, ik bedoel, ik zeg dat
Omdat ik op een gegeven moment nog een jaar of twee geleden stagiaires had die ik moest uitleggen hoe je met speech recognition werkte op een iPhone. Dan komt daar omheen, wat gaat je onderscheiden van de concurrent? Dat is je creativiteit. Dat is hoe jij erin slaagt om met behulp van die eerste tools, je kennis en je IT-vaardigheid toch net met een uitweg of een oplossing te komen die een ander niet bedenkt. Kennis kun je hebben. We hebben rechtenopleiding gedaan, beroepsopleiding, je kunt vaardigheden. Hoe kun je het out-of-the-box principle, kun je dat trainen? Daar zit wel heel veel learning on the job in. Je zult het toch ook telkens moeten kunnen toepassen. En ik denk daarnaast dat er, ja, er zijn natuurlijk verschillen tussen mensen die op bepaalde punten sterker zijn. Ik zou maar zeggen, het improviseren in een stresssituatie, daar is de een sterker in. En de ander is juist veel sterker in dat out-of-the-box denken bij een lange termijn. Dus ik zit nu hier, ja. En ja, als ik recht zo ga, maar als ik nou zeg, nou, dus daar zitten verschillen in. En daar moet je je sterkte en je zwakte in onderkennen. En het mooie van ons vak is dat het heel gevarieerd is. En dat ik met een aantal vriendjes ooit een beetje tegelijkertijd als stagiaire begon en we op allerlei verschillende gebieden uiteindelijk zijn uitgewaaid tot mensen die overigens van tableau zijn geschrapt omdat ze fraudeerden, die had je er ook bij. Maar ja, dus dat is ook een vorm van out of the box inderdaad. Ik heb nog nooit een fout gemaakt, dus dat is in ieder geval niet op mij van toepassing. Wanneer niet? Ik heb één keer gehad, toen ben ik ook echt afgedroogd, dat ik een cliënt verkeerd had ingeschat en die bleek echt stukken vervalst te hebben. Ja, dat kan je overkomen, dat je gewoon in je enthousiasme, weet ik veel, te weinig kritisch bent. En dan zit je dus, en dan zit zo'n rechter dus waar je bij bent, jouw zaak te ontrafelen. Nou, en toen moest ik in die body language enorm mijn best doen om zo te blijven zitten. Ik heb gewoon wel eens gehad dat je een schikkingsvoorstel krijgt aangeboden. En dat is echt voor iemand in mijn praktijk, de procespraktijk, een van de ergste nachtmerries. Je krijgt een schikkingsvoorstel wat je weigert en de rechter komt met een uitspraak die lager ligt dan het schikkingsvoorstel. Nou, dan zit je echt het hele weekend met je hoofd in een emmer koud water van pure ellende. Maar is dat een fout? Dat vind ik. Maar één ding, hè, dus laat het nou niet zo zijn dat jullie allemaal naar buiten gaan en zeggen, ik moet nooit een fout maken, want je maakt die fouten. Ja. We gaan richting afronding nog kort noemen, want we kunnen natuurlijk niet het hele boek bespreken, maar het is wel goed om te zeggen, ook nog de tijd gevonden om een boekwerk te schrijven met de titel Ravos aan de rechtsstaat. Daar zit een redelijke aanklacht in. De laatste stelling was de huidige kansverschillen in de maatschappij moeten worden weggenomen. In het begin hebben we daar ook al veel over gezegd. Gisteravond toevallig sprak Sybrand Buma van het CDA de HJ Schoollezing uit, oud-hoofdredacteur van Elsevier. Ik dacht een paar parallellen te merken. Zit ik goed over de analyse dat ja, maar ik, en dat is voor dit publiek interessant, ik roer meer aan dat de rechtvaardige verdeling in de maatschappij heel erg onder druk komt te staan. En ik vind bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld dat rechtbanken steeds meer gecentraliseerd worden. En dan zeggen wij natuurlijk allemaal van, weet je, kom op, ik bedoel, we gaan even met ons leasebakje van, ik weet wat. Maar voor heel veel mensen is een rechter die gewoon dichterbij zit. Toegankelijkheid van het recht. Ja, en precies. En die ook veel meer de regio kent. Ja. En dat soort dingen. Dat geeft veel meer toegankelijkheid van het recht. Ik kan me voorstellen dat op het moment dat je dit zo lang doet in de advocatuur, dat je er zo duidelijke mening over hebt. Dat je niet alleen columns in het FD erover schrijft, dat je blogs erover schrijft op de eigen website, een boek uitbrengt dat volgens mij ook best goed verkoopt. Heb ik dat goed? Zeker. Mooi. Ja, op een gegeven moment is de volgende stap dan toch dat je zelf aan de knop in Den Haag wil gaan zitten. Dus we hebben nog geen kabinet, maar het komt eraan. Zit hier een nieuwe minister? Nou, dat weet ik niet, want daar ga je zelf niet over. Dus dat is velen zijn geroepen, weinig zijn uitverkoren, hè? Leerden wij vroeger uit de Bijbel. Maar dat is misschien wel lang geleden, hoor. Maar als de partij zou roepen, dan zou het geen nee zijn? Dat zullen we altijd moeten afwachten.